Dit zijn de hoofdpunten uit het Weekjournaal en Magazin vanaf donderdag 3 mei. Ook in Amstelveen regenen het lintjes op 27 april, de verjaardag van prins Willem-Alexander. 1 mei, dag van de arbeid. Woningbouw Amstel-eiland geschorst. En in het magazine Koninginnedag weer groot feest in Amstelveen. Dat en meer na de reclame. Automaas in Alsmeer is dé autodealer in de regio voor Seat. Het familiebedrijf bestaat 100 jaar en heeft een mooie collectie van de nieuwste Seats in de showroom staan. Natuurlijk het laatste model Ibiza. Maar kijkt u ook naar de Altea XL of de Alhambra. Prachtige, comfortabele gezinsauto's. De Altea bijvoorbeeld is in zijn klasse de allerruimste gezinsauto. En de Alhambra in zijn klasse de allerzuinigste wagen. Seat biedt een compleet familiepakket in een speciale actie met een voordeel dat kan oplopen tot maar liefst 1800 euro. En voor de eerste 150 snelle beslissers gratis een dvd-speler met 2 dvd-schermen. Voor uw nieuwe Seat of een occasion, dat kan natuurlijk ook, gaat u naar Automaas in Alsmeer. Dichterbij dan u denkt. Perfumes of the past. Bent u ook al lang op zoek naar dat ene speciale parfum uit het verleden? De geur van nostalgie, die bijzondere herinnering, dat gevoel, die romantiek. U kunt dat opnieuw beleven bij Perfumes of the Past. Vrijwel alle klassieke parfums zijn leverbaar, dus mogelijk ook uw favoriete geur uit het verleden. U vindt die ongetwijfeld bij Perfumes of the Past. Kijk eens, mijn lievelingsparfum. Jaren naar gezocht. Het is me gelukt. Bij Perfumes of the Past. Automaas in Alsmeer, dichterbij dan u denkt. Weer een actie bij Domino's Pizza. Vanaf 2 mei alle medium pizza, shawarma en chicken kebab bij afhalen 4,95 per stuk. Domino's Pizza, extra lekker, extra voordelig. Stevap is al ruim 15 jaar een begrip in Amstelveen als speciaalzaak in elektronica. U kunt er terecht voor allerlei elektronica onderdelen. Maar ook voor bijvoorbeeld bouwpakketten, alle soorten verlichting, aansluitkabels en snoeren, discomateriaal en pc's is Stevap Elektronica uw specialist. Nieuw in het assortiment is alles wat u nodig heeft voor digitale tv in HD via schotel, kabel en digiterm. Stevap staat bekend om zijn uitgebreide aanbod, maar ook om de kwaliteit en service. Zo bent u voor reparaties aan kleine huishoudelijke apparaten, audio- en videoapparatuur en pc's. Aan het goede adres bij Stevap Elektronica, Amsterdamseweg 151. Bij Perfumes of the Past. Voor de lunch, borrel of diner verzorgt de Saladetuin de heerlijkste broodjes, hapjes en buffetten. Uiteraard worden al onze producten met grootste zorg bereid en bezorgen wij aan huis of bedrijf. Check onze site voor ons aanbod. Wij garanderen dat u er geen spijt van krijgt. Van de Saladetuin kunt u werkelijk alles verwachten. Welkom bij Praxis Amstelveen. Wij staan voor u klaar. Komt u verder. Praxis Amstelveen. Voor al uw bouwmaterialen in en om het huis. Een ruime sortering aan handgereedschappen, hout, verf en nog veel meer. Van een prima kwaliteit en geleverd met een uitstekende service. De medewerkers ontvangen u gastvrij en adviseren u graag bij uw keuze. Praxis wil mensen helpen en inspireren om van hun huis een thuis te maken. Praxis Amstelveen. Ga nu naar onze site www.de-saladetuin.nl en laat u verrassen.
Sparkling Fashion is een leuke, trendy damesboutique waar klantvriendelijkheid, gezelligheid en persoonlijke service hoog in het vaandel staan. Met een collectie van stijl en smaakvolle kleding van diverse zowel bekende als de wat minder bekende merken. Voor feestje of uitgaan. Ook voor fraaie accessoires als kettingen, armbanden, oorbellen, tassen en zelfs schoenen kun je terecht bij Sparkling. Sparkling toont twee keer per jaar de nieuwe zomer- of wintercollectie tijdens een wervelende show in winkelcentrum Middenhoven. Alsjeblieft. Bedankt. Doeg. Sparkling Fashion in 46, winkelcentrum Middenhoven. Computeren, geen feest, zeker nooit bij de Merchandiser geweest. De Merchandiser Computershop, reeds 15 jaar in begrip in service en onderhoud. Het vertrouwde adres voor nieuwe en gebruikte pc's, notebooks en randapparatuur. Wij beschikken over een eigen werkplaats waardoor wij reparaties snel kunnen uitvoeren, vaak binnen maximaal 3 dagen. En ook voor het bouwen van uw pc op maat en met speciale wensen of een upgrade kunt u terecht bij de Merchandiser. Wilt u ook adverteren bij RTV Amstelveen? Dat kan en tegen zeer aantrekkelijke en concurrente tarieven. Bel onze afdeling sales en vraag naar Bas van Delden of Jordi de Breed. Telefoon 020 547 8585. Adverteren bij RTV Amstelveen. Welkom bij deze uitzending van RTV Amstelveen, uitgezonden vanaf donderdag 3 mei. De vaste kijkers hebben het ongetwijfeld al gemerkt. De afgelopen weken het Weekjournaal en Magazine zijn een stuk langer geworden en dus ook uitgebreider. Ook zijn er enkele nieuwe programma's bijgekomen, zoals Blij met Amstelveen, Sportret en het Dierenasiel. Naast de vertrouwde programma's als Amsterdamse Borst TV, kortweg ABTV en De Verbeelding. Daarnaast zenden we sinds begin vorige maand het programma uit van Nefesh TV. Speciaal voor de Joodse gemeenschap in Amstelveen. Om de week op maandagavond van 9 tot 10 uur. Dit betekent een uitbreiding van de zendtijd van 1 naar 2 en soms zelfs naar 3 uur. Het eerste uur Weekjournaal en het magazine. En in het tweede uur de overige genoemde programma's. Binnenkort zullen we de programmering ook uitgebreider kenbaar maken. Onder meer op de televisie zelf en via onze nieuwe website die nu wordt voorbereid. En RTV Amstelveen blijft natuurlijk verder werken aan het optimaliseren van de programmering en de kwaliteit van de uitzendingen. Straks dus in ons programma Na het Weekjournaal en Magazine en het tweede uur dus het Amsterdamse Bos TV. En daarin komt jong en wat ouder weer aan bod, zoals jonge hockeymeisjes, maar ook nog een zeer actief 60-plus damesclubje. En verder wordt er uitgelegd wat bosmobielen zijn en er is aandacht voor het Nederlands kampioenschap roeien en scouting, die komt ook aan de orde. De makers van ABTV, dat zijn Ruud Blok en Jan Ebbingen. Sportred gaat deze keer over de rugbyspeler Jim Boelrijk. Hij speelt bij RSC 1890 en hij is tweede geworden met het Nederlands jeugdhelftal op het EK rugby. De Verbeelding, daarin is deze week de gast Anne Leegstra. Hij is bekend vanwege zijn zeer kleurrijke schilderijen. Leegstra vertelt over hoe zijn werk tot stand komt en wat hij wil zeggen met zijn kunst. Die wordt gekenmerkt door de trefwoorden, emotie en erotiek. Jessica Daumaar vervangt nog steeds Ans Drent en ze heeft een nieuwe aflevering gemaakt van Blij met Amstelveen. U, de Amstelveener zelf, wordt op straat gevraagd naar uw mening over uw stad, wat u er leuk en minder leuk aan vindt. En op maandagavond van 9 tot 10 uur kunt u kijken naar een nieuwe aflevering van Nefesh TV, het programma speciaal voor de Joodse gemeenschap. In het magazine overigens een uitgebreid sfeerverslag van Koninginnedag, met uiteraard de burgemeester. En verder een optreden van Gerard Joling bij Abina en Patty Bart, die was er ook. Maar nu dus eerst het Weekjournaal, gevolgd door het magazine. Vrijdag 27 april was Willem-Alexander jarig. Het regende hier en daar, maar vooral koninklijke onderscheidingen, oftewel de lintjesregen. Burgemeester Jan van Zanen had de eer om ook dit jaar een 30-tal Amstelveeners zo'n onderscheiding op te spelden. En een van de gelukkigen was de prominente Amstelveener Frits Barend, bekend van radio en tv. Zo presenteerde hij samen met Henk van Dorp het destijds populaire sportprogramma op tv, Barend en Van Dorp. Frits Barend werd onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Beste Frits, meneer Barend, het is mijn groot genoegen en een eer, ook al wist u van niks en voelde u zich zwanger zonder dat u het wist. Is het mij? Maar goed genoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Frits van Hart.
blij mee? Ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Ik vind het wel heel leuk, ja. Ik had het hoeft voor mij niet. En al die flauwekul en zo. En je moet uit jezelf moet je eigenlijk je waardering halen, intrinsiek. Maar ik vind het toch eigenlijk wel heel leuk dat het gebeurd is. En degene die het gedaan hebben, ben ik heel boos om, maar niet echt boos. Wat gaat u met het lintje doen? Ja, dat weet ik niet. Ik zal het ergens moeten ophangen. Ik bedoel, ik ga het niet dagelijks dragen. Ja, ik moet vandaag geloof ik even ophouden. Maar ik vind het wel heel leuk. En ik moet zeggen, de burgemeester deed fantastisch. En waarom heeft u het verdiend? Ja, daarom zei ik al, dat het hoeft voor mij niet. Ik bedoel, je vindt van jezelf, dat voor je van al die mensen merk je dat. Je vindt eigenlijk dat je het niet verdient. Je doet dingen die je leuk vindt en die je toevallig gedaan hebt. En zo gaat het in het leven. Wijze woorden van een bescheiden Frits Barend, koninklijk onderscheiden voor zijn werk. De burgemeester had het nog druk, want er waren dus ook lintjes voor zo'n 29 andere Amstelveners. Kijkt u naar het vervolg van deze bijdrage van Maarten Snauw en Jessica Dauma. Vandaag is het niet alleen de verjaardag van haar zoon. Hij is 45 jaar geworden, de prins van Oranje, en hij ziet er heel goed uit. Maar vandaag ook is het lintjesregen. Lieve mevrouw Van Os, het is me genoegen om deze rare ochtend u te kunnen mededelen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft waard u te benoemen tot lid in de Orde van de Oranjers vanuit Christen. Mevrouw Van der Ven, u dacht dat u naar een première ging in het stadshart, maar dat komt ongetwijfeld een andere keer. Ik wil nu vier mensen tegelijk vragen. Vier mensen die allemaal actief zijn bij dezelfde vereniging. Ik vind het werkelijk geweldig, ook namens meneer Duizel en al die mensen die jarenlang, generaties lang, van uw inzet voor die integratie en de hippische sport hebben genoten. Dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u alle vier te benoemen tot lid in de Orde van de Oranje Nassau. Hartelijk dank. Namens al die mensen die al jarenlang hebben zitten zweten op al die examens en de constructie daarvan, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje. Is de dag van de arbeid. Dat werd dit jaar gezamenlijk gevierd door de Partij van de Arbeid afdelingen van Amstelveen, Aalsmeer en Ouderkerk in wijkcentrum De Bolder aan Groenhof. De viering van het socialistische feest stond in het teken van solidariteit. Het publiek werd uitgenodigd met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud en de betekenis van dat begrip solidariteit. Verslaggever Haie Bouwman vroeg de fractievoorzitter van de Amstelveense Partij van de Arbeid, Dolf Veenboer, naar zijn visie op solidariteit. Maar eerst hoe het komt dat 1 mei in Nederland geen nationale feestdag is, zoals dat wel is in België en Frankrijk. In Nederland is de traditie nooit zo heel sterk geweest. En de verklaringen die je er wel eens leest, of dat klopt weet ik niet helemaal, is dat in Nederland toch een sterke religieuze inzet was in de politiek.
veel minder dan in Duitsland en Frankrijk. En daardoor ook de herdenking of de viering van de 1 mei nou zo heel sterk hier geweest is. In Amsterdam hebben de ambtenaren op 1 mei een vrije dag. De stadhuis is gesloten. Ja. Waarom is dat in Amstelveen niet zo? Ja, Amsterdam is toch anders dan Amstelveen. Amsterdam heeft ook wel de traditie van de 1 mei en ook de traditie van de zakelijke democratie veel meer dan Amstelveen. Dus ik denk dat dat ook wel de verklaring is dat Amstelveen zich daar een beetje probeert van af te sluiten. Of af te sluiten, maar in ieder geval het niet meeviert. Het thema op de Dag van de Arbeid 1 mei is solidariteit. Waar denkt u zelf aan als u solidariteit hoort? Nou ja, wat ik altijd gezegd heb op het moment dat ik in de politiek ging, dat is ook alweer 10 jaar geleden, is toch je motivatie is dat je doet om vanuit de sociaal democratie. Het punt is dat je zegt van nou, de politiek moet opkomen voor degenen die buiten hun schuld niet vanzelf kunnen opkomen. Dat kan liggen in zorgen, bij ziekte, maar het kan ook liggen in inkomen, het kan ook liggen in onvoldoende scholing en ook in alle andere dingen. Dat is eigenlijk je motivatie om te zeggen, nou, ik wil die politiek in om binnen Amstelveen in dit geval toch wat te doen voor die groepen, nogmaals, die niet voor zichzelf kunnen zorgen. En dat is ook de solidariteit die je opbrengt. Is de solidariteit niet erg onder druk tegenwoordig in verband met de huidige crisis, kabinet en de individualisering van de samenleving? Ja, nou, dat is ongetwijfeld het geval. En je ziet het ook in de niet alleen in Nederland hoor, maar in de hele westerse wereld, dat er enorme drang is naar privatisering. Gelukkig zie je alweer een tendens terug. Maar privatisering betekent toch dat je opkomt voor je eigen deelbelang. En ook de winstoogmerk een sterker punt is. En dat zet de solidariteit wel onder druk. Dat is waar. In de jaren 60 hoorde je vaak internationale solidariteit. Is dat ook tanende? In Nederland wel, ja. En misschien ook wel in andere landen. En dat is een heel trieste situatie dat in Nederland, nou ja, je ziet dat de afgelopen maanden de neiging is, ik zeg het was gechargeerd hoor, om eerder te kiezen voor je derde auto dan voor de honger in de wereld. Dus de neiging is dan te zeggen, nou ja, we moeten bezuinigen, laten we maar ontwikkelingssamenwerking doen. En niet op onze tweede of derde auto. Nogmaals een beetje gechargeerd, maar daar komt het feitelijk natuurlijk om neer. Zet de PvdA tegenwoordig nog wel genoeg in voor solidariteit? Nou ja, ik denk, dat is voor een groot deel zo, maar ik denk ook wel dat je als Partij van de Arbeid dat continu voor ogen moet houden. Waarom doe ik dit eigenlijk? Je doet het niet om voor jezelf, maar je doet het toch om een bepaalde visie die je hebt. Zo wil ik Amstelveen hebben in de toekomst, of zo wil ik Nederland hebben. Dat blijft natuurlijk toch je motivatie om dingen te doen in de politiek. Hoe nu verder met de woningbouw op het Amstel-eiland? De bouw ligt voorlopig stil. Zo heeft de Raad van State althans besloten in een spoedzitting. Enkele omwonenden hadden een schorsing geëist van het nieuwe bestemmingsplan. Een plan dat de bouw van 30 woningen op het eiland mogelijk zou moeten maken. Wat zijn de bezwaren van de omwonenden? Een van hen, Jan Stravers, legt dat nader uit in deze bijdrage van Charissa Promes en Samantha Hubers. Waarom bent u precies tegen dit plan? Nou, we zijn niet echt tegen het plan om het Amstel-eiland te bebouwen, want het is nu een verwaarloosd terrein. Dus op zich heel mooi dat daar nieuwe huizen komen te staan. Waar wij tegen zijn is de dichtheid van de bouw en de enorme hoogte. Zoals je nu kunt zien, dat huisje wat daar staat, heel idyllisch aan deze mooie oever. Dat is 6 meter hoog. En de planning voor de nieuwe huizen die daar gaan komen is een nokhoogte van 12 meter. Plus een appartementengebouw van 16 meter. En dan bovendien nog 30 woonhuizen op het hele kleine eiland. Dus wij vinden dat het een enorme aantasting doet aan het natuurgebied rond de hoek wat je hier achter ziet. En wij vinden dat als er nieuw gebouwd wordt, dat het moet passen bij de natuurbeleving van hier dit mooie stukje Amstel en de Ronde Hoep. En het huidige plan wat voor ligt voldoet daar totaal niet aan. Ja, met de bouw ook de veiligheid hier? Ja, absoluut. Want vroeger, de gemeente heeft dat ook een beetje gebaseerd op hoeveel mensen er op het Amstel-eiland werkten. En dat waren er op het hoogtepunt wel 20 tot 30. En als je nu 30 huizen zou doen, krijg je gewoon met allemaal mensen, met auto's en voor schoolkinderen wordt het ook gewoon veel gevaarlijker in de polder hier. Nee, als het een keuze zou zijn tussen het aantal huizen of de hoogte, dan kiezen wij absoluut voor het passen van de hoogte bij de omgeving zoals die hier is. De hoogte vinden wij nog veel kwalijker dan het aantal.
Of de bouw van de woningen op het Amstel-eiland doorgaat, dat is afhankelijk van de verdere ontwikkelingen. Een punt is dat de voorzitter van de Raad van State het besluit tot schorsing nader wil afwegen. En het zou kunnen zijn dat de schorsing binnenkort alweer wordt opgeheven, omdat de Raad van State vindt dat de schorsing niet urgent is. En dat meldt het Amstelveens Nieuwsblad. Het was deze week ook meivakantie. Kinderen van 8 tot 12 jaar konden zich heerlijk uitleven bij bijvoorbeeld de Uiterton. Met bezigheden als timmeren en zagen, maar ook werd er gebouwd aan een droomboot. Verder was er ruimte voor spel of gewoon lekker puzzelen. Voor de kinderen waren het in ieder geval weer 3 heerlijke dagen. Henk Morel is oprichter van de Uiterton. Hij vertelt om te beginnen iets over de oorsprong. De Uiterton is van oorsprong een zeilschool. We waren gelokaliseerd op het Nieuwe Meer. Toen we onze klassieke zeilbootjes waar we les mee gaven wilden onderhouden met een school uit Buitenvelden, de praktijkschool, zochten we een mooie locatie. En ik had ook mijn voetspoor al een beetje verdiend in het Amstelveense. En ik werd op de hoogte gesteld dat er wat lokalen vrijgemaakt werden. Omdat de scouting ging verhuizen naar de Westwijk. En toen zei de gemeente, nou misschien is dat wat voor je. Freek, wat ben je hier aan het doen? Nou, we zouden gingen eerst een moederdag cadeautje maken, maar daar ben ik mee klaar. En dan moesten we een soort van bootje bouwen. En ik en mijn vriend zijn een vlot aan het bouwen. Ik maak een scheepsmodel. Een scheepsmodel van wat voor boot? Gewoon eigen. Een Jiskboot. En hoe vind jij het bij de Uiterton? Ik vind het heel leuk. Ik vind het zo leuk dat ik volgend jaar weer wil. Dus. En hoe vinden jullie het hier? Heel erg leuk, omdat je er allemaal dingen kunt maken en zo. Ja, heel leuk, omdat bijvoorbeeld allemaal boten kan je hier bouwen. Hebben we heel vaak gedaan. Lekker knutselen. En vind je niet erg dat er zoveel jongens zijn? Nee, helemaal niet. Okay. Straks gaan we nog even naar de boot bij de Emmerkade. Gaan we dan nog even varen. En dan gaan we gewoon weer, denk ik, naar huis. Nog een beetje te varen en zo. Is dat het allerleukste van hier? Ja, nou, ik vind dingen maken zelf ook wel leuk. Ja, knutselen en varen eigenlijk. En hoe kunnen Amstelveense kinderen zich inschrijven? We publiceren het in de regel altijd via de bladen. Amstelveens Weekblad, Amstelveens Nieuwsblad. Die nemen dan een item op. En heel vaak krijgen de kinderen die eerder meegedaan hebben natuurlijk ook een bericht. En nou, ruim de helft daarvan wil altijd wel weer terugkomen. Zo niet vaak en zo niet meer. Ja. 3 dagen. En wat zijn drie dagen vakantie, €40 vragen we daarvoor. En dat kan zo weinig zijn, omdat de gemeente ook een deel bijdraagt aan het houden van deze activiteiten in de vorm van een activiteitensubsidie. Dus dat wordt aardig gestimuleerd. En we hebben aan de gemeente te danken dat we in dat mooie gebouw zo goed terecht kunnen. Er is nog steeds veel ophef over de kwestie of de opblaastennishal wel of niet moet komen bij tennisvereniging Amstelburg. Amstelveen is tenslotte een sportgemeente en de hal staat er maar een half jaar gedurende de zomerperiode. Voor de vereniging en haar leden is het wel erg belangrijk dat de tennishal er komt. En daarom werd er op 20 april een ludieke actie georganiseerd. Jonge tennissers gingen een potje tennissen voor het gemeentehuis. Een bijdrage van Samantha Hubers, Maarten Snouw en Jessica Dauma. Waar demonstreren jullie precies voor? Nou, wij demonstreren niet echt, maar wat wij graag willen is dat er een tennisblaashal komt op ons tennispark. Wij gebruiken de blaashal altijd in de zomerperiode. En heel veel leden willen ook graag tennissen in de winterperiode. En de kinderen bijvoorbeeld moeten nu van Amstelveen Noord helemaal fietsen naar Amstelveen Zuid, naar de Kegel of naar de stadbaan. En we willen dat ook graag op Amstelburg hebben. Wat hopen jullie hierna te bereiken? Nou, dat het in ieder geval voor de gemeente duidelijk is wat wij willen. Dat wij kinderen graag willen laten sporten. Amstelveen is een sportgemeente. En dat willen we dus ook met die kinderen graag doen. Waarom is er precies bezwaar bij de bewoners tegen deze opblaas?
tennisbaan? Nou, dat is het standpunt van de bewoners. Ik denk dat zij dat beter kunnen verwoorden. Maar ik denk dat het hun meer gaat om het woongenot dat aangetast wordt. En het groen wat eventueel aangetast wordt. Nou, daar hebben wij duidelijke argumenten voor dat niet aangetast wordt. En welke argumenten heeft u daarvoor? Zij gaan dus zeggen dat het groen tegen de sport wordt gebruikt. Wij willen juist heel veel kinderen laten sporten. En wij hebben onderzoek laten doen dat zo'n blaashal qua licht en qua geluid bijna geen overlast geeft. Rackets mogen even op de grond gelegd. En dan gaan we beginnen met de slalom. Ah, wie heeft er eens een slalom gedaan? Ik! Oké, zie je hem liggen? Ja. Oh, deze is een beetje... Ik ben hier omdat ik voor dit tennishal ben. Ik vind het heel belangrijk dat de kinderen een beetje in de buurt bij ons kunnen. Zeker na het ongeluk wat er pas geleden weer gebeurd is, denk ik van ik wil de kinderen zo min mogelijk op straat hebben. En als het in de buurt is, daarbij vind ik die hal, ik ben heel erg voor de natuur en ik heb er echt ook over nagedacht gezien het park wat ernaast is. Maar de hal staat er maar een half jaar. Dat vind ik ook heel belangrijk, dat die in de zomer er dus weer afgaat. En ze hebben me helemaal overtuigd dat het geluid toch veel minder is dan vroeger, die tennishallen. Dus ik ben er nu helemaal voor. Ja, dat vind ik wel een goed idee. Want het is zonde dat die banen daar liggen en niet gebruikt worden in de herfst en de winter. Dus nee, ik kan me wel voorstellen als je daar in de buurt woont dat je denkt van god, dan is er een bol en dan zijn er in de herfst en de winter ook mensen. Maar ik denk dat dat in de praktijk allemaal enorm meevalt. Ik denk dat het meer de verandering is waar men van nature wat weerstand tegen heeft, dan dat dat echt veel overlast gaat veroorzaken. Nadat de petitie aan de wethouders was gegeven, hadden de ministers een bespreking. Over een aantal weken is bekend wat de gemeente gaat doen en of de opblaastennishal er wel komt. En tot zover het Werkjournaal. We gaan verder met het magazine. 30 april, Koninginnedag. In de tot nu toe nog niet echt een mooie lente was het die dag prachtig. Zeg maar gewoon, het was zomers weer. En wat kun je meer wensen op zo'n grote feestdag? En wat dat betreft kon de dag al niet meer stuk. Voor burgemeester Van Zanen begon Koninginnedag natuurlijk met het feliciteren van de koningin en ook met het feliciteren van Pieter van Vollenhoven. En daarna met het bedanken van alle vrijwilligers die het mede mogelijk hebben gemaakt er een mooie Koninginnedag van te maken. En ook in Amstelveen was er natuurlijk overal uitmarkt en niet te vergeten het grote feest bij Abina met optredens van onder andere Gerard Joling, een vaste gast bij het jaarlijkse feest. Kijkt u naar het volgende sfeerverslag van Maarten Snauw, Remco Appel en Jordi de Breed. Het woord is allereerst aan de burgemeester. Dag lieve mensen, dames en heren, jongens en meisjes. 30 april 2012 in Amstelveen, Westwijk. Van harte gefeliciteerd met de koningin en natuurlijk Pieter van Vollenhoven. Vandaag een prachtige zonnige dag. Overal in Amstelveen vinden allerlei activiteiten plaats. Mag ik voor die vrijwilligers die vanaf vanochtend heel vroeg tot vanavond laat actief zijn met u, maar vooral ook voor u, een hartelijk applaus. Lieve mensen, ik wens u een heerlijke Koninginnedag. Geniet ervan. Ik wens u een goede verkoop, goede muzikaliteit of wat u ook doet. Lekkere hapjes. Het wordt een fantastische dag. Wat wordt hier gedaan? We hebben hier vanochtend de officiële Koninginnedag 2012 geopend. Je ziet hier, net als in veel plekken in Amstelveen, zie je ook hier in Westwijk een enorme vrijmarkt. Heel erg gezellig, prima. Wat gaat u verder vandaag nog doen? Ik ben vanochtend om 8 uur ben ik aan Amstelzijde geweest, waar ook een vrijmarkt was, aan het water Amstelzijde. En ik ga nu de hele gemeente door en aan het eind van de dag ga ik naar de hulpdiensten die halverwege de Amsterdamse weg heel veel werk verrichten. Ik ga dus naar Randwijk, ik ga naar Middenhoven Waardhuis, ik ga naar het Stadshart. Ik ga natuurlijk wandelen vanaf het oude dorp helemaal naar de bocht zeg maar, van de Amsterdamse weg om met de mensen de Koninginnedag te vieren. En jullie gaan met een historische bus, kunt u daar iets over vertellen? Ja, als je goed kijkt zie je hem daar staan. Het is de oude bus van Maars en Kroon. Dat is een organisatie die houdt die oude historische bus in stand. En met die bus, ik ben vanochtend op de fiets gekomen, maar de rest van de dag ga ik met die bus mee. En heeft u dan ook met spullen gestaan? Nee, dat is eigenlijk pas in de loop der jaren begonnen. Maar als ik op mijn zolder rondkijk, moet ik dat hoognodig eens gaan doen. En dus we kunnen u volgend jaar verwachten hier op de vrijmarkt op de Westwijk? Nou, dat weet ik nog niet. Want ik heb zo ontzettend weinig tijd om de rommel bij elkaar te rapen. Maar het gaat een keer komen. Nee, dat hadden wij in mijn woonplaats niet. Wat we hadden van die grote praalwagens.
En daar moest je op rondrijden. En dat vonden we als kind geweldig. En zeepkisten races en dat soort dingen. Maar vrijmarkt hadden we niet. Was u dan ook zo'n fanatiekeling om 6 uur 's morgens al te gaan zitten met de oude zooi? Reken daarop. In Utrecht zaten we de dag ervoor al. En dan naar Middenhoven met de historische bus. Aangekomen bij Middenhoven gaat het feest verder. €1, 25 cent. En heb je al wat verkocht? Ja, 1 keer. En hoeveel grabbels zitten erin? Iets van 6. Wat kost het nou grabbelen bij jou? 1 keer voor 25 cent, 2 keer voor 50 cent. Bent u op zoek naar een speciale plaat? Een genre jazz. En, moeilijk te vinden? Ja, dat zijn niet meer. En heeft u veel platen nog thuis? Ja, enorm veel. Om 200 wel. En vanaf 14 jaar. En dat draait u nog iedere dag? Nou, iedere dag niet. Maar af en toe wel, ja. Heren, goedemorgen. 11 uur en nu al aan bier. Ja, het was vanochtend heel vroeg, hè? Heel vroeg begonnen. En op een gegeven moment smaakt hij. Heeft u al goed verkocht? Ja, heel concurrerend ook. En wat verkoopt u nou zoal? Nou, nieuw en oud, door elkaar heen. Maar allemaal voor een billijke prijs. Dus geen winstgevend iets, maar gewoon een leuke Koninginnedag. Voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid. En komen de spullen nou van ver? Hebben ze ergens achter een heleboel dozen gestaan op zolder? Of kon u het makkelijk vinden? Nee, het is verzameld afgelopen jaar. Ja. Kijk me aan als je de kussen. Voel je me beter, dan voel je me beter. Kijk me aan als je wilt draaien. Voel je me beter, dan voel je me beter. Zoals altijd dansen, de hele tent staat op zijn kop. Ik pak de mooiste van de dansvloer en ik zeg luister, lieve pop, kijk me. De jeugdbrandweer van Amstelveen is de kleine jongens van de brandweer. Die leren wij speelsmatig ons mooie vak aan. En op dit soort activiteiten als vandaag laten we overige kinderen hier in Amstelveen even lekker, zoals je ziet, lekker spuiten, lekker klooien, spelen met water. En dat wordt begeleid door onze jeugdleden zelf. Dus zoals je ziet, ik sta hier lekker, lekker in de zon, lekker niks te doen. Maar in ieder geval, dat is wat we hier vandaag doen de hele dag. Ook bij Urbina werd er gefeest. Door meer dan 1000 mensen. Onder andere optredens van Quincy, Robert Leroy, DJ Nick en Gerrit Joling. Een mooie foto's maak je op. Staan we er mooi op? Gelukkig. Over vandaag. Tot zover heel erg tevreden. Heel erg tevreden. Heel trots. En als de mensen zich allemaal zo blijven gedragen zoals ze tot nu hebben gedaan, dan ben ik heel erg blij. Aantal toeschouwers naar verwachting? Ja, meer dan zelfs. Het schijnt weer druk te zijn als verleden jaar. Het werd ook eerder druk omdat het mooie weer, maar het weer erg mee. Maar het zal een paar duizend mensen meer zijn. Denk ik. 2000, 1000, 2000 mensen meer. Verwachten we ongeveer. Het podium is anders dan vorig jaar, ja, dan de jaren hiervoor. Ja, klopt. Waarom is dat?
door de gemeente opgelegd door hun veiligheid. Dus de gemeente wil het feest ook, werken absoluut mee. Alleen de politie zegt op een gegeven moment en de brandweer zegt van, luister, dat kan niet. Want als er een brandweer of een auto doorheen moet, dan hebben we een probleem. Dan staat alles op slot als een huis in brand vliegt. Dus we maken een podium die net zo hoog is dat er een brandweerauto, een ziekenwagen, alles onderdoor kan. En dat hebben we maar gedaan en daar ben ik heel blij mee. Hoe zag Gerard Joling zijn koninginnedag eruit? Nou, normaal is het heel druk, is een 538, dan nog een optreden, s'avonds of s'middags, hier natuurlijk heel vaak. Ik sta hier nu voor de 11e keer, dus best veel. Maar het is vandaag een rustige koninginnedag, ik heb maar één optreden, daar hou ik het ook bij. Ja. Dat is bij Abina. Wat verwacht je ervan? Sorry? Wat verwacht je van dit concert bij Abina? Prachtig weer, het zijn allemaal leuke mensen, dus ik hoop dat ze weer uit een pannenplaat gaan natuurlijk. Heb je iets speciaals met Amstelveen? Nee, ik woon zelf in Aalsmeer, dus ik zit eraan vast, zeg maar. Dus ik ga hier wel eens winkelen, boodschapjes doen en ik vind het leuk om hier te zijn. Ja. Zou je niet liever een keer willen verkopen dan optreden? Ik denk dat ik nu minder snel dronken word als dat ik in het publiek ga staan. En dan gaat het zo hard. Volgend jaar weer? Ik hoop het, als de mensen het nog steeds leuk vinden, kom ik graag. Echt, ja. Ja, alle lieve mensen die kijken in Amstelveen en omstreken, het is vandaag weer een topdag. En ik kan alleen maar zeggen, een leuke uitzending voor jullie. En tot ziens, doei! Onbeschrijfelijk, een kick om hier op te treden en heel erg leuk, genoten. Volgend jaar weer? Ja, volgend jaar weer. Ben jij er ook? Ja, maar ik ben er ook. Ben je ook, hè? Maar wacht even, één ding, hè. Als ik volgend jaar hier niet mag zingen, nou, dan gaan jullie het meemaken. En dan kom ik ook niet. Ik, dat, hè. Waarom dit jaar niet? Ja, niemand weet dat ik in Amstelveen woon, geloof ik. Wij gaan het even regelen. We gaan het regelen. Nou, heel veel succes vandaag en veel plezier. En doe je? Doei! Wordt het volgend jaar nog gekker dan dit jaar? Nee, absoluut niet. Dit is gewoon als we dit in de hand kunnen houden en iedereen is er blij mee. De vergunning, gemeente Amstelveen werkt mee. Als je het groter gaat maken, is het alleen maar risicovoller. Heb helemaal genut. Dit is Amstelveen, dit is goed en dan houden we lekker zo. Ja, zeker. En met Gerard Joling, Patty Bart en Albina-eigenaar Jeffrey Oudshoorn eindigt deze special over Koninginnedag. Patty belooft volgend jaar te komen zingen als echte Amstelveense. Nou, daar houden we er graag aan. Met een volle zaal en deelnemers uit verschillende landen werd voor de 11e keer in de Banka Sporthal het Waco toernooi georganiseerd. Waco staat voor World Association of Kickboxing Organizations. Kickboksen dus. In de sporthal werd het evenement gehouden onder de naam Yokoso Dutch Open. Charisse Prommers was erbij voor RTV Amstelveen. We staan hier in de Banka Sporthal voor weer het 11e Yokoso Dutch Open toernooi. Om ons heen zien we vechtsporten uit Engeland, Amerika, noem maar op, uit verschillende landen. Ik ben heel benieuwd wat er hier gebeurt, dus laten we een kijkje nemen in de wereld van de vechtsport. Alle sporters en toeschouwers zijn er hier naartoe gekomen voor dit point fighting toernooi. Wat is dat nou eigenlijk? Wat we hier hebben is alle mat vormen van het kickboksen. En dat is dus musical forms, semi-contact, het point fighting systeem. En het point fighting systeem is dus het... Ja, precies wat ik zei, een punt-stopsysteem. Dus er wordt een punt gescoord, dan stopt de scheidsrechter de wedstrijd en geeft het punt. En we hebben het light-systeem, dat is een continuous systeem, dus dan gaat het door. Dus er wordt een punt gescoord, maar je kan dus ook twee punten achter elkaar maken. En dan heb je ook iets andere handschoenen aan, omdat het gevecht echt totaal anders dan ook verloopt. Het gevecht is veel dichter bij elkaar en het is minder snel. Wat is dan het verschil tussen de verschillende vechtstijlen? Het is wel een verschil voor ons als school, omdat wij in Suriname anders vechten. En hier is het heel anders voor ons. Dus voor ons is het de eerste keer dat we op zo'n manier vechten. Hoe is het anders?
Dus in de zin van wij hier is het een punt maken, stoppen. Dus met de armen, je mag bijna die persoon niet raken, niet hard. Wij zijn gewend met eens na een strap of na een stoot weer 2-3 technieken achter elkaar te maken. Maar hier is het één stop, direct bam. En bij de, je hebt low contact, je hebt semi-contact. Bij de semi-contact is het anders, bij de low contact is het ook anders. En je hebt ook continuous sparring, dus voor ons is het een beetje anders. Hoe komt het dat dit toernooi zoveel internationale deelnemers aantrekt? Dat komt merendeels ook omdat wij zelf, als Amstelveense club, gaan we ook vaak naar het buitenland toe. En dat doen we al een flink aantal jaren. En wat ik zeg, wordt op de mat echt gestreden op het hoogste niveau. En is de competitiegevoel ook heel erg groot. Maar daarna geef je wel een hand en drink je een kop koffie of liever drink je ook een biertje samen. Welke sport doe jij? Kickbox. En heb je al meegedaan? Aan dit toernooi niet, maar wel aan andere toernooien. Dus... Hoe ging het vandaag? Goed, ik ben gewonnen vandaag. Mijn eerste gevecht. Nu nog zien wat de rest zegt. Dus, ja, dus je, wat heel mooi is zeg maar, in het kickboksen, je bent echt met een pure competitievorm bezig. Waar ook de traditionele vormen zeg maar, niet worden vergeten, want die kunnen gewoon meedoen. Juist omdat het vrij is. Maar waarbij je wel hele duidelijke kaders hebt. Dus er wordt wel respect bijgebracht. Was het de lange reis waard? Ja, het is wel een lange race voor ons, want het is 8 uur vliegen naar hier. Maar we waren bij elkaar, dus we hebben getraind, we hebben gesproken met de jongens. Dus we gaan voor het beste. Wat verwacht je van de uitslag van vandaag? Nou, best wel goed. Ik hoop het wel, dat het goed wordt en zo. Hoe ging het sowieso? Best wel goed, maar ik had wel iets anders gedaan dan ik moest. Ik had iets bedacht en zo. Beetje creatief geweest? Ja, nogal ja. Maar het heeft goed voor je uitgepakt? Ja, dat wel, ja. Ik zie hier een best wel drukke zaal. Is het een succes te noemen? Ja, zeker een succes te noemen. We doen het voor de, moet ik het wel even goed nadenken, voor de 11e keer. Vorig jaar hadden we in totaal over de 450 mensen die meededen. En dit jaar hebben we over de 600 mensen die geregistreerd zijn. Dus het is zeker een succes te noemen. En ik denk ook dat het blijft doorgroeien. En ik denk dat daarvoor de belangrijkste reden is dat wat wij willen creëren hier is ook dat iedereen behalve voor de wedstrijden, dat ze ook komen voor het plezier. Er werden veel prijzen uitgereikt. Die dag in totaal kregen maar liefst 91 deelnemers eerste plaatsbekers. En er waren 300 medailles voor de tweede en de derde plaats. De grote winnaar van het toernooi, de Grand Champion, won €500. En dat is de Hongaar Krisztián Jaroszkiewicz. Snurken, ligt u er ook wakker van? Woensdag 25 april organiseerden Ziekenhuis Amsterdam en de stichting Vrienden Ziekenhuis Amsterdam een voorlichtingsbijeenkomst over dit slaapprobleem. 1 op de 5 mannen snurkt elke nacht en 1 op de 10 vrouwen. En bij kinderen is dat 1 op de 10. Snurkgeluid is soms zo sterk dat een partner, huisgenoot of zelfs buren er last van kunnen hebben. Maar ook de snurker zelf kan hier problemen mee krijgen als het snurken resulteert in het zogeheten slaapapneu. Dat is een ademstilstand tijdens de slaap die tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden. Tijdens de bijeenkomst hield KNO-arts Rob van der Hulst een presentatie over de oorzaken en de behandeling van snurken. Daarnaast was er voor de bezoekers de gelegenheid om vragen te stellen. Yashin Baroet en Jordi de Breed maakten de volgende bijdrage. Vandaag, woensdag 25 april, vindt hier in Amsterdam Ziekenhuis een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het onderwerp snurken. Ken je mensen in je omgeving die zo ook vreselijk kunnen snurken? En wist je eigenlijk dat 1 op de 5 mannen en 1 op de 10 vrouwen snurken? Sommige mensen snurken zo hard dat zelfs de buren hier last van kunnen hebben. Snurken kan soms resulteren in slaapapneu. En ik praat hierover met een KNO-arts. Komt u vaak in aanmerking met mensen die last hebben van snurken? Alle KNO-artsen hebben in toenemende mate last van te maken met patiënten met snurklachten. En het is onze taak om daar onderzoek te doen. Er zijn 2 soorten snurken. 1 noemen wij het sociaal hinderlijk snurken. Er wordt te veel lawaai in de slaapkamer gemaakt. De tweede vorm van snurken is het medisch onverantwoord snurken. En daar komen een hoop problemen bij om de hoek kijken. En dat wordt dan wel eens apneus genoemd. En dat zijn ademstops. Goedenavond, hartelijk welkom. Dank u.
Ja, u weet natuurlijk al welke vraag komt. Ja, voor het snurken natuurlijk. Heeft u last van snurken? Ja, meneer. Oh, meneer. Dus ik heb er last van, hij snurkt. Okay. U snurkt, u hoort het. Ik weet er niks van. Heeft u last van snurken? Volgens mijn vrouw wel. Oh, oké. Okay. Volgens mijn vrouw wel, maar ik heb er geen last van. Wordt u vaak wakker gestoten in de nacht? Nee, want ze doet oordopjes in dus. En dat komt er af en toe doorheen. Dus, ja. Heeft u daar zelf last van, of uw partner? Mijn partner heeft er last van. Ik ben toch veroorzaker. Bent u op eigen initiatief hierheen gekomen, of heeft iemand anders u vriendelijk gevraagd om even naar deze bijeenkomst te komen? Dat is vriendelijk gevraagd door een ander. Oké. Okay. Want ik begrijp dan dat u heel veel snurkt? Dat denk ik wel. Ik weet het niet zeker. Omdat ik slaap, dan heb ik geen probleem. Maar waarschijnlijk ander die heeft een probleem daarmee, dus vandaar. Wie heeft u hierheen gestuurd? Allebei. Ja. Wie van jullie twee snurkt het meest? Allebei. Waarvan waarschijnlijk ik het meest. Zo erg dat de buren er ook last van hebben? Ja. Nee hoor. We hebben de buren er nooit over gehoord. Welke type mensen lopen risico op snurken en complicaties? De meeste mensen met snurken en complicaties van snurken, zoals slaapapneu, ademstops, zijn mensen met een overgewicht. En het overgewicht kan over het hele lichaam verspreid aanwezig zijn, maar kan ook plaatselijk in het keel, neus en oorgebied en vooral in het halsgebied aanwezig zijn. Dan hebben wij een term als slaaphygiëne. En slaaphygiëne betekent dat je van houding wisselt en niet steeds op de rug ligt, want dan snurk je meer. Dat je neus goed open is, dat je niet te veel alcohol gebruikt, dat je niet te zwaar dineert voor het slapen gaan. Wat hoopt u vanavond te bereiken? Ik zou het niet weten. Ik weet het niet. Nou ja, kijk, je leest er een heleboel altijd over. En misschien weer wat nieuwe dingen. En, ja, ieder klein beetje helpt. Ik hoop dat een mogelijke oplossing kunnen voordragen, zodat ik weet wat ik daarmee kan doen. Hoe is deze avond eigenlijk tot stand gekomen? Wij doen twee keer per jaar een voorlichtingsavond voor onze donateurs. Maar buiten donateurs is iedereen welkom, maar we maken dat bekend aan onze donateurs. Dat doen we ook al sinds het begin, twee keer per jaar. En inmiddels doen we dat samen met het ziekenhuis. Want het ziekenhuis organiseert ook steeds meer voorlichtingsavonden. En deze avond is ook samen met het ziekenhuis georganiseerd. We hebben 50 donateurs binnen zitten en 100 niet-donateurs. En die hopen wij natuurlijk allemaal donateur te maken, dat begrijpt u wel. Allemaal vrienden van ons. Zou jij mij kunnen zien of ik snurk? Ik kan zien dat je nog bijna niet snurkt, alleen als je te veel zuipt en op je rug ligt. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomst was er niet genoeg plek voor iedere belangstellende. Wilt u meer informatie over dit onderwerp, gaat u naar de website ziekenhuisamsterdam.nl. En tot zover het magazine. Straks in de tweede uur van ons programma Amsterdamse Bos TV. En daarin komt jong en wat ouder weer aan bod, zoals jonge hockeymeisjes, maar ook een nog zeer actief 60-plus damesclubje. Verder wordt uitgelegd wat bosmobielen zijn. En er is aandacht voor het Nederlands kampioenschap roeien. En ook scouting komt aan de orde. De makers van ABTV, dat zijn Ruud Blok en Jan Emmingen. Sportret gaat deze keer over de rugbyspeler Jim Boelrijk. Hij speelt bij RSC 1890 en hij is tweede geworden met het Nederlands jeugdhelftal op het EK rugby. De verbeelding, gemaakt door Frits Heijner en Dennis de Waard. Daarin is deze week de gast Anne Leegstra. Hij is bekend vanwege zijn zeer kleurrijke schilderijen. Leegstra vertelt over hoe zijn werk tot stand komt en wat hij wil zeggen met zijn kunst. Die wordt gekenmerkt door de trefwoorden emotie en erotiek. Jessica Dalmar vervangt nog steeds Ans Drent en ze heeft een nieuwe aflevering gemaakt van Blij met Amstelveen. U, de Amstelvener, wordt op straat gevraagd naar uw mening over uw stad, wat u er leuk en minder leuk aan vindt. En op maandagavond van 9 tot 10 uur kunt u kijken naar een nieuwe aflevering van Nevesh TV, het programma voor de Joodse gemeenschap. Er is deze week geen politiek aan de poel en dat komt door de meivakantie. En dit was het voor nu. Nog veel plezier met onze verdere programma's. Graag tot een volgende keer. Tot de volgende keer.